Weegschaal, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn. Leuk dat je deze video hebt aangeklikt. En wat gaan wij doen? We gaan kijken in het algemeen wat de maand juni 2020 voor jouw sterrenbeeld Weegschaal naar voren mag brengen door middel van ingevingen en verschillende kaarten die ik daarvoor ga gebruiken. En voordat ik de kaarten voor jou ga leggen, wil ik jou natuurlijk heel erg bedanken voor al die overweldigende reacties van afgelopen video's. Echt helemaal te gek. Ik werd daar zo ontzettend blij van. Ik lees ze uiteraard allemaal en ik probeer echt iedereen ook een reactie terug te geven natuurlijk. Ook die duim omhoog, helemaal top. Blijf dat zeker doen. Daar krijg ik ook super veel energie van en geeft mij natuurlijk ook een boost om deze video's ook allemaal te maken voor jullie. En we zijn bijna bij het kaartenschudden gekomen. Maar eerst wil ik nog even iets leuks met jullie delen. Mireille Online is een jaar actief op YouTube. En een reden om wat weg te geven natuurlijk. Hè? Wie jarig is, trakteert. En check ook zeker even de liefdesleggingen van 2020 en alle komende video's. Want er komen nog meer leuke weggevers voor jou aan. En wat mag ik weg gaan geven? Ik mag 5 keer een pakket van Paravisie cadeau doen. En Paravisie Magazine is een... Er wordt maandelijks uitgegeven, is een magazine. En alles wat met spiritualiteit en het paranormale te maken heeft. Dus dan kun je denken aan engelen, orbs, interviews met medium, spiritueel coaches, tarot, astrologie, van alles en nog wat. Eigenlijk alles wat met het paranormale en het spirituele te maken heeft, kun je hierin teruglezen. Ik mag 5 pakketten weggeven met de laatste 5 paravisies. Die krijg je dan, als je die wint, thuis opgestuurd. En wat is nog meer leuk om te vertellen? Jullie zien mij altijd met 2 kaartendeks over elkaar heen werken. En eigenlijk zijn zij hier een beetje de schuld van. In die zin, ik heb jarenlang ook meegewerkt aan de jaarvoorspellingen voor de paravisie. En dat was natuurlijk wel altijd heel spannend. En daar schreef ik al mijn ingevingen op. Toen dacht ik, ja, kan ik dat nou niet gaan controleren of zo? Of dat ook wel klopt? Want dat is natuurlijk best wel eng. Toen dacht ik, oké, ik ga de kaarten erop leggen. En dat kwam best wel overeen met wat ik doorkreeg. Dus toen dacht ik, ja, ik wil het echt nog een keer zeker weten. Toen deed ik er nog een ander dek overheen leggen. En die zeiden eigenlijk op een andere manier hetzelfde. En op die manier heb ik eigenlijk deze kaartlegmethode voor mezelf ontwikkeld. En zo is dat eigenlijk gekomen. En je zag een hele oude cover uit 2009... Maar die heb ik speciaal even gepakt, want dat vind ik gewoon leuk. Dat is al een heel oud magazine. En daar staat een interview van mij in. Ik ben een energievertaler, blondie. En heel lang geleden. En dat ben ik eigenlijk ook. Want een medium is eigenlijk een doorgeefluik. Een vertaler van alle informatie en energie die doorkomt. Dus, maar het beestje moet toch een naam hebben. Nou, ik denk dat we genoeg gekletst hebben. Ik heb altijd wel heel veel te vertellen, maar we gaan eens even to the point komen. We gaan de kaarten voor jou leggen. Ik vergeet helemaal hoe je er... hoe kan je hier kans op maken? Zorg even dat je abonnee bent. Klik daar even op als je dat nog niet gedaan hebt. En laat in een van de algemene kaartlegging readings voor de sterrenbeelden juni 2020 een reactie hierachter. En dan wordt eind juni worden er 5 winnaars bekendgemaakt. En dat kan zijn of je wat je van de reading vond of dat je mee wil doen. Ik zie jouw reactie wel tegemoet. Nou zeg, wat stom dat ik het helemaal vergeet. Ik kan wel een heel mooi verhaal houden, maar moet ik ook vertellen hoe je eraan kan komen. Nou, wat mag ik doorkrijgen voor het sterrenbeeld Weegschaal voor de maand juni 2020? Wat mag hierin naar voren komen? Wat van belang is voor het sterrenbeeld Weegschaal juni 2020. Daar gaan we. Nog 1 keer. Zo voel ik dat eenmaal. En viel er niet uit. Dus dan laten we hem ook zitten. Oké. Nieuw begin. Ik ga ze straks allemaal met je delen. Munten en munten.
heel veel bekers. Iets met munten. Nog iets met munten. Nog iets met bekers. Doe nog maar een beker dan. Zwaarden voor de afwisseling. En weer iets met bekers. Weegschaal. Wat ben jij allemaal van plan? Zo doe je. Dit is echt heel veel blauw. Allemaal water, allemaal gevoelens, allemaal emoties. Een beetje denken, munten, kansen, groei, overwinning. Ik ga de Lenormand erbij pakken. Kijken wat de Lenormand daar ter bevestiging en controle en ter verduidelijking over wil melden. Oké, kom maar. Wat mag er aangevuld worden voor de weegschaal op deze legging? Bam. Keuzes. Kansen. Kansen. Koning. Oké, die valt eruit. Wat moet ik hiermee? Ik laat hem even hier liggen, omdat ik nog niet weet waar die bij hoort. En dan laat ik hem gewoon liggen, dan wordt het zo wel duidelijk. Oké. Helder. Daar ga ik een extra kaart op pakken. Ja, snap hem. Nog een aas. Een strijd. Oké. Nou, de situatie waar jij in verkeert of binnenkort in gaat verkeren. Weegschaal. Page munten. Wordt gekruist door munten 7. Dus er komt groei aan. En misschien niet zo snel als dat je had gewild. Of, maar het groeit. En dromen, wensen komen uit voor jou. Een nieuwe kans. Goede berichten over geld. Dit is dubbel aarde. Paarsje is aarde. En munt is ook aarde. Is eigenlijk een stieren, maagden en steenbokken energie. Maar je ziet ook de natuur eromheen. De aarde. Dus het symboliseert ook die aarde. Groei. Positieve berichten die naar je toe komen. En die hebben zeker met geld te maken. Maar ook een nieuw begin. Van een flirt eventueel. Dat zou ook nog eens kunnen. Maar sowieso een nieuwe kans. En dan heb ik daar de dame met die mand met munten. Die eigenlijk de vruchten letterlijk aan het plukken is. Want munten vertegenwoordigt ook vruchten. En ze is tevreden. Dus eigenlijk mag je ook heel erg tevreden zijn. Ik pakte op de page het geluk. En vandaar dat ik net wel begon over een eventuele relatie of over een nieuw commitment. 1 en 1 maakt 2. En dit is een gelukskaart. Het geluk is echt met je. Ook weer munten, een ruiten. Gaat ook weer over munten. Dus weegschaal, de goden zijn jou goedgezind, zullen we maar zeggen. Keuzes maken en maak geen overhaaste keuzes. Maar je gaat een hele nieuwe weg inslaan. Je bent alleen nog even aan het kijken waar dan heen. 22 is een meestergetal. Betekent eigenlijk al dat je het meester bent. Dus dat is heel positief. Oké. Er wordt jou... want ik dacht net van ja, ik moet hem daar laten liggen. Nu begrijp ik ook waarom. Ik zie hier namelijk kansen die je geboden worden. Er komt goed, iets goeds naar jou toe. Nieuwe weg die je in mag gaan slaan. En je mag zelf kiezen. En daarom trok ik dus die ruiker, koning schoppen, maar ook iets wat jou aangereikt wordt, letterlijk of figuurlijk. Het lijkt alsof er een bepaald aanbod naar jou toe komt. En anders heeft het echt letterlijk met een nieuwe samenwerking te maken. En dan heb ik voor jou bekers 9. Bekers 9 mag al je zegeningen tellen. Alles waar je keihard voor gewerkt hebt, mag je van gaan genieten. Kijk hem eens lachen. En dat mag jij ook doen, weegschaal. Daar komt dit vandaan. Je hebt iets bereikt. En over een commitment gesproken. Ik zie hier ook een ring liggen. Dus het heeft sowieso met een relatie te maken. En dat kan de relatie met je buurman zijn. Een nieuwe vriendschap. Maar ook zakelijk carrièrevlak. Hier heb ik een aas.
en een aas van schoppen, maar ook de passie en de sensuele dame. Dus staat voor sensualiteit. 9 bekers, dus volgens mij heb je het op bepaalde vlakken ook erg gezellig. En ja, een kans, aas. Waar had ik nog meer? 1 aas, 2 azen. Ik had hier nog een aas, 3 azen. Bekers, aas, 4 azen. Dat is echt waanzinnig. Ik pak eerst eens even dit en laat ik je dat even zien. De ring met de koningin. En er is heel veel begin eigenlijk, al die azen. De koningin, zorgzame, dus je bent voor jezelf gaan zorgen. Er wordt voor jou gezorgd. Er is zorgzaamheid. De koningin van munten wil eigenlijk alles, zeker omtrent familie, aangelegenheden, huiselijk geluk, wil alles op orde hebben. En ze wil eigenlijk dat alles er is. En daar zorgt die koningin wel voor. En dat heb jij letterlijk gedaan. Het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent. Het gaat om de energie van die kaart. Kom ik weer terug op dat commitment. En ik gaf net al aan 4 azen. Dat betekent op heel veel vlakken echt een nieuw begin. De ring, geen begin, geen einde. Een nieuwe overeenkomst voor jou. En er ligt gewoon heel veel energie met heel veel mogelijkheden. Je hoorde mij net al een beetje plagerig dat ik niet helemaal gelijk wilde verklappen. Want ik weet eigenlijk niet wat ik zie, weegschaal. Echt mooi. Nou, dan heb ik hier munten 6. Balans. Daar komt bij de lelie. Munten 6 is balans, de weegschaal. Je bent de balans aan het opmaken. Geven en nemen mag in balans. Daar mag je naar kijken. Er ligt ook een stuk bescherming bij. Plus de koning van schoppen. Dus dat is eigenlijk een wijs man. En ja, dat is het inzicht. Ook spirituele ingevingen krijg je. Hoe je nog meer balans kan maken. Dus let heel goed op je ingevingen, lieve weegschaal. Staat ook voor sensualiteit in lelie. Sereniteit en bescherming. In sommige gevallen staat het voor een overleden dierbare vanuit een mannelijke, vaderlijke lijn. Dus het kan best zijn dat voor de mensen waar dit voor wel eventueel voor zou gelden, let extra op boodschappen en tekens en signalen. Dat wil ik er wel even bij gezegd hebben. Wat ik ook gezegd wil hebben, dat het natuurlijk nooit voor alle weegschalen 100% kan resoneren. Alles wat resoneert, neem dat met je mee. Kan je er niks mee? Nou, gewoon niks mee doen. Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid wat je er natuurlijk allemaal mee gaat doen. Het is een ingeving, het is een inspiratie. En nogmaals, weet je wel hoeveel weegschalen er zijn. Dus het kan natuurlijk nooit voor alle weegschalen volledig kloppen. Voel jij weerstand? Ga dan eens naar binnen om te kijken van, hey, wat roept er dan weerstand bij me op? En ga dat eens even voor jezelf onderzoeken. En kijk dan over een poosje nog eens even zo'n video terug. En dan kan het best zijn dat je ineens heel anders naar die dingen kijkt. En ja, waar gaat het naartoe? Er komen positieve berichten aan. En een nieuwe kans. Alsjeblieft. Hoe mooi is dat? En ja, nieuwe kans. Er wordt een heel nieuw begin. Het hart krijgt een heel nieuw impuls. Je hart wordt blij. Het kan zelfs voor een minnaar staan. Onverwachte bezoeker. Communicatie en dingen kunnen ineens heel snel voor jou gaan, weegschaal. Dan heb ik voor jou de zegenwagen. En je hebt de teugels goed in handen. Je hebt de zaak goed onder controle. Heel erg mooi. Donker licht weet jij heel goed te beteugelen nu. Dus dat doe je fantastisch. Staat ook in het teken van de zonnegod Ra. Zon is natuurlijk ook zegen, bescherming, geluk, vreugde, bezieling. En dat is hoe jij naar deze situatie kijkt. Het lijkt wel of jouw geluk even helemaal niet op kan. Gesprekken die je voert, soms wel wat woordenwisselingen. Kom ik even terug op dat donker licht wat jij heel goed weet te beteugelen. Dus laat je niet uitdagen. Maar ook een overwinning op financieel vlak. Want munten is ruiten is munten. Dan heb ik hier voor jou de ridder van munten, wil ik zeggen. Ik was nog in mijn munt. De ridder van bekers.
wel wat impulsief, laat zich erg leiden door zijn emoties. Plus een stavenenergie, een vuurenergie, dat is altijd bij een ridder. Daar word je door beïnvloed. Wat ik je wel mee wil geven, laat je niet te veel meeslepen in de energie van anderen, hoe mooi een plan ook is. Blijf wel heel goed bij jezelf en waarom, het boek ligt erbij. Zorg wel dat je alle pagina's gelezen hebt, dat je alle informatie, omdat die bij de beïnvloeding ligt, hè, van waar word jij door beïnvloed. Zorg wel dat je alle informatie tot je hebt genomen, dat je niet voor verrassingen komt te staan. Ridder, bekers kan ook staan voor iemand die een beetje snel op zijn tenen getrapt kan zijn, wat lange tenen kan hebben. Hou daar gewoon rekening mee dat of jij of daar eventueel last van zou kunnen hebben, maar of een ander waar jij mee te maken hebt. Vandaar ook een beetje dat conflictje wat daar een beetje ligt. Als je dat van tevoren weet, kun je daar misschien handiger nog mee omgaan voor jezelf. En dan heb ik hier zwaarde 9 op je hoop en op je vrees. Wakker liggen terwijl alle zwaarden rechtop staan. Zwaarden staan voor je gedachten. Eigenlijk is alles duidelijk. Het kan zelfs zijn dat je last van nachtmerries hebt, dat je piekert, je zorgen maakt. Dan heb ik hier ook nog eens, en het kan ook met een paarsje te maken hebben. Want hier hebben we ook een paarsje munten, maar dit is dan ook een paarsje munten die zeis. Je moet knopen door gaan hakken, je moet keuzes gaan maken, dat vind je eigenlijk heel erg eng. Vandaar dat ik al aangaf hier bij die ridder met dat boek, zorg wel dat je alle pagina's gelezen hebt. Zorg dat je weet waar alles over gaat, voordat je je mee laat nemen in de energie van een ander. Je bent een weegschaal, dus keuzes kunnen soms moeilijk zijn. Dat zie je ook wel heel erg duidelijk. Ga geen keuzes maken als het niet jouw overtuiging is. Dan heeft iemand maar lange tenen. Beter iemand op zijn tenen trappen als iets niet meer terug kunnen draaien. Of denken, jeetje, had ik nou maar beter bij mezelf gebleven. Dat betekent niet dat je foute keuzes gaat maken. Maar het is wel van belang dat die keuzes ook uit jouzelf komen. Want anders blijft er zo'n weegschaal pieker ding zitten. En daar hou je er heel lang last van. Dus laat je niet overhaasten. Dat is wel iets wat ik jou mee wil geven. Daar heb ik hier nog een bekers voor je. Ja, het houdt niet op met die bekers. Koning bekers. De man die alles fixt. Gevoel en verstand. Goed op één lijn. Eigenlijk alles met bekers. Heeft lichtbruin haar. Lichte expressieve ogen. Alles met munten heeft meestal bruine, donkere ogen. Deze meneer, en het gaat er niet om of het een meneer of een mevrouw gaat. Het gaat om dat deze meneer heel goed verstand met emoties kan combineren. Goed kan laten samenwerken. En dat is ook het einddoel. Dat is ook waar je naartoe gaat. Dus vandaar dat ik hier ook zo op hamer, laat je niet meeslepen. Een stukje hoofd, maar dat hoort ook wel bij jouw weegschalenstuk. En een stukje gevoel. En probeer daar voor jezelf, ik moet even een slokje water nemen. Van al dat praten. Probeer daar eigenlijk, daar ga je naartoe. Dat wordt een nieuwe balans voor jou. Een nieuwe battle. Het zou zelfs voor sommige weegschalen ook nog kunnen zijn, omdat die zegenwagen daar ligt, verplaatsing, verhuizing, dat er zoiets in zicht gaat komen. Dus dat geef ik ook zeker even mee. Ik had bij die koning ook nog vertrouwen getrokken met de passiekaart en de aas en strijd. Kijk, ik laat ze even zien. Vertrouwen, einde van een last, maar ook einde van een cyclus waar jij doorheen mocht gaan. Weegschaal. Passie, maar ook een nieuwe kans en het hart krijgt een nieuwe impuls. En dat kunnen we met die koning bekers wel zeker stellen. En dan heb ik hier 22. Nog een keer passie, strijd, innerlijke strijd. En blijf goed bij jezelf. Laat je niet gek maken of uit jouw tent lokken. Dat is belangrijk, maar dat ga jij helemaal meester worden. Even kijken, zie ik nog iets over het hoofd? Ik denk dat dit het is wat ik vanuit deze kaarten voor jou heb weegschaal. Ik
ga nog even een soulkaart voor je trekken en een kleurkaart. Heb jij nou zoiets, joh, ik wil er eigenlijk wel meer weten van mij persoonlijk, hoe werkt dat? Kijk even op de website van mediummireille.nl. Daar vind je eigenlijk alle consultmogelijkheden. De praktijk is ook weer geopend. Onderaan deze video in de beschrijving vind je alle linkjes. Je kunt natuurlijk ook altijd terecht bij www.puurmedium voor een direct telefonisch consult. Puur Medium heb ik in 2014 doorgekregen eigenlijk als naam, gelijk geregistreerd. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Daar staat een heel team met prachtige, zorgvuldig en daadwerkelijk gescreende mediums, helderziende en paragnosten voor jou klaar. Dus dat zijn ook nog een van de mogelijkheden om eens een bezoekje te brengen aan Puur Medium. Nou, welke zielskaart, welke soulkaart mag ik meegeven voor het sterrenbeeld Weegschaal voor de maand juni? Welke kaart mag ik nog even meegeven? Oh, nou, we zijn er al uit. Oké. Abundance. I am limitless being and I can manifest whatever desire in this physical reality. Wow, Weegschaal, wat mooi zeg. Ik laat hem even zien en ik doe hem voor mijn gezicht. Dan kun je hem eventueel even screenshotten ter affirmatie. En waarom geef ik dat mee? Dat moet je helemaal zelf weten. Mocht je die gelegenheid, dan kun je hem eventueel terug swipen. Die energie op die tekeningen, die doet ook doorwerken eigenlijk op zielsniveau voor jou. Dus kijk even of je daar behoefte aan hebt of niet. Het is een suggestie. En ik ga nog even kijken welke kleuren jij voor de maand juni. We nemen deze, purper. En we nemen, wow, wat een leuke kleuren. Laat liefde toe. Ontwikkel geestelijke helderheid. Kijk eens even, wat een mooie kleuren. Nou, bloem het erover in deze kleuren. Perk goed erover in deze kleuren. Trek je kledingkast open, je sokken, laat ze een beetje warm in de zomer, maar goed. Edelstenen, kaarsen, kussens. Kijk eens even wat je met deze kleuren eventueel zou kunnen doen ter ondersteuning voor jouw energie. En als kers op de taart, je weet het vast al, gaan we nog even een rondje harten doen. En welke hartjes mag ik, welke boodschap vanuit het liefdesorakel mag ik meegeven aan het sterrenbeeld Weegschaal? Kom maar door, ik ben benieuwd. Nog één keer, ik moet altijd goed voelen. En dan, zo, ze zijn ongeduldig. Tweelingpassie, je ontsteekt in hartstocht. Nou, ik kan er ook niet helemaal omheen. Wil je trouwens voor de liefde meer weten? In de algemene readingen hou ik het altijd wat oppervlakkiger, omdat ik ook een serie liefdesleggingen voor alle sterrenbeelden gedaan heb. Ga dan eventjes op het kanaal in de playlist kijken. En dan kun je daar uitgebreid op het gebied van liefde, soulmates en dat soort zaken kijken. Hier heb ik nog een kaart. Volg je hart. Wanneer je deze wereld verlaat, neem je niets anders mee dan je ziel. Amen, zou ik zo zeggen. Lieve Weegschalen, ik hoop dat ik jou heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie mee heb mogen geven voor de maand juni 2020. Laat zeker even een reactie achter hoe je deze reading hebt ervaren, of het resoneert, wat je herkent. En die duimen van jullie die zijn super top, dus vergeet hem niet. Wil jij natuurlijk in aanmerking komen voor dat Paravisie pakket, dan is een reactie natuurlijk helemaal handig. Vergeet je niet om te abonneren. Ik wens jou een juni toe vol passie, groei, kansen. En ik wens het je. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!